Vandaag is het de voorstelling van de proefresultaten van de proeftuin Pit en Steenfruit van PC Fruit. Dat is altijd een belangrijke gebeurtenis. 14 dagen geleden hebben wij de gewasbeschermingsavond gehad. En dat zijn eigenlijk twee topmomenten voor PC Fruit om naar buiten te komen met hun resultaten. Dat is ook lange jaren traditie dat wij hier bij de studiekring Guvelingen onze resultaten voorstellen. Er zijn verschillende thema's, dus we spreken over hagelnetten, maar dan vooral ook over de verbetering van de kleur onder hagelnetten. Dus je hebt daar iets minder licht, minder kleuring. En we hebben wat proeven gedaan met reflectiedoeken, zodanig dat er meer licht kan benut worden, dat dat ook een invloed heeft op de kleuring. Het licht dat er naar beneden komt, piept tot op. Wel, omdat wij natuurlijk onderzoek doen voor de praktijk. Het zijn zelfs de telers die voor een groot stuk de resultaten van vandaag de proeven daarvoor tenminste aansturen, dus zij vragen die proeven aan via technische comité's. Zij bepalen voor een stuk wat voor hun belangrijk is en wij proberen dat zo goed mogelijk de antwoorden te geven op de vragen die zij hebben. Een ander thema dat aan bod komt, dat zijn nieuwe appel- en perenrassen. Dus daar is telkens toch wel wat interesse voor. Er zijn een aantal rassen die vrij veelbelovend zijn en waar we nu wat resultaten van willen meedelen. We gaan ook iets zeggen over mechanisch snoeien en mechanisch dunnen, dus om op die manier tot een arbeidsbesparing te komen. Maar dat we dan gaan kijken of we dan wat kwalitatief dezelfde appel kunnen telen. Er zijn uiteraard heel positieve resultaten, ook heel negatieve resultaten. Er zijn uiteraard ook proeven waar geen resultaat uit te trekken zijn, dat is onderzoek. Maar belangrijk in de context van vandaag is vooral het bemestingsonderzoek, omdat wij daar eigenlijk met steeds strenger wordende normen zitten. En de fruitteelt moet zich ook aanpassen op het gebied van bemesting. Op het gebied van het onderzoek proberen wij nog altijd meer oogstzekerheid te bekomen. Dat wil dus zeggen minder afhankelijk te zijn van hagel, van vorst, rondebloei en zo verder. En een tweede belangrijk thema blijft ongetwijfeld de nieuwe rassen. Dus dat is een belangrijk type onderzoek, zowel voor appel als voor peer. Waar dat wij opvolgers zoeken voor de welbekende Confrancepeer en voor de welbekende Jonagoldappel.